Hallo, we zijn hier bij de Big Data Expo in de Jaarbeurs. Hier hebben we 8 lezingenzalen waar de luisteraars allemaal met een koptelefoon kunnen luisteren naar de spreker. Bij elke zaal is een dagvoorzitter en die dagvoorzitter die heeft nog een belangrijke rol in uitleg over hoe ga je om met de koptelefoons. Nou, kijk, en die rol die begint eigenlijk al bij de voorbereiding. Bereid de spreker voor omdat ze of zelf zo'n koptelefoon op hebben, dus zichzelf horen. Maar in deze zaal bijvoorbeeld hoeft dat weer niet, want er is weer een nieuwe techniek gebruikt, zodat ze zelf gewoon wel de headset met de microfoon op kunnen. Maar in andere zalen was dat bijvoorbeeld wel het geval. Dus daar mag je ze op voorbereiden. En bereid ze ook voor dat het publiek dus ook allemaal de hoofdtelefoon op heeft. Dat is net even wat anders dan dat ze hem niet op hebben. Dus dat is al het eerste waar je mee begint. Nou, dan komt de dag zelf. Dan is het zaak dat iedereen, voordat we gaan beginnen, de juiste instructies krijgt. Dus als dagvoorzitter zeg je dan even net, eigenlijk als een stewardess, zet je allemaal je headset op, headphone, en zorg dat die op de juiste kleur staat. Nou, als die nog niet op de juiste kleur staat, dan moet je iets met een knopje hier doen om hem op de juiste kleurcode te zetten. Wij hebben vandaag zaal blauw, zodat je kan zien dat hij het doet en dat wij dus ook de blauwe zaal hebben. Staan ze bijvoorbeeld op een andere kleur, dan horen ze ineens de spreker uit een andere zaal spreken. Dat is even iets om uit te leggen. Wat ook praktisch is om even te zeggen, mocht hij er tijdens de lezing mee ophouden, dan zorg dan dat de technische mensen of de hostessen dat even zien, steek je hand op en dan wordt hij snel even vervangen, krijgen ze nieuwe batterijen. Want de batterijtjes kunnen nou eenmaal opgaan, het blijft een technisch apparaat. Vertel ook aan de deelnemers waarom ze op hebben. Als je hier goed luistert, hoor je heel veel beursachtergrondgeluid. En zodra je de hoofdtelefoon opzet, valt dat hele geluid weg. En hoor je echt heel goed te spreken, zodat je heel lekker kan focussen en het goed kan meekrijgen. Oké, en dan ben je op een gegeven moment klaar. De spreker is klaar, de vragen zijn gesteld, iedereen mag de zaal weer uit. Dan vraag je aan de deelnemers om de hoofdtelefoon over de stoelen heen te hangen. En zo heb je aan het einde geen gedoe bij de uitgang, dat in moet nemen en al dat soort zaken. Meld wel even bij je hostessen dat ze erop letten dat niemand dat ding nog meer zo on heeft. Want op een gegeven moment voel je hem niet meer en loop je rustig over de beurs heen nog met zo'n koptelefoon om je hals heen. Dat is uiteindelijk niet de bedoeling.